Het is dinsdag 2 februari. Hartelijk welkom bij Rijnmond Nieuws. Verdachte serie overvallen voor de rechter. Onzekere tijden voor winkelpersoneel. En speciaal bezoek in Boijmans van Beuningen. En hier alvast kort het weer. Morgen is het wisselend bewolkt en kan er een enkele bui vallen, maar er zijn ook zonnige momenten. De wind is matig tot krachtig uit het westen en het wordt maximaal 7 graden. De elektronica-winkels van Foto Klein blijven voorlopig gesloten. Volgens de curator wordt de komende dagen een beslissing genomen over de toekomst. De winkels zijn officieel nog niet failliet. Het moederbedrijf in Barendrecht is vandaag wel failliet verklaard. De winkels zijn sinds vrijdag gesloten. Er werken ongeveer 175 mensen bij het bedrijf. En op de website van Foto Klein kunnen sinds vrijdag geen bestellingen meer worden afgerond. En bij een vestiging van Foto Klein in de Karel Doormanstraat in Rotterdam, om precies te zijn, staat verslaggever Jan-Roelof Visser. Jan-Roelof, het moederbedrijf is dus failliet, maar de 34 winkels nog niet. Wat kunnen we daaruit opmaken? Ja, dat is nog echt een beetje koffiedik kijken, want dat gebeurt natuurlijk achter gesloten deuren. Maar ja, de curator gaat natuurlijk wel kijken wat er met de winkels moet gebeuren. Kunnen zij zelfstandig voort blijven bestaan? Zijn er overnamekandidaten? Nou, daar wordt nu goed naar gekeken. En er komt heel snel een beslissing, zo heeft de curator al verteld. Uiterlijk morgen laat hij weten wat er gaat gebeuren. En of dat positief nieuws is, tot vandaag zijn er nog geen overnamekandidaten die zich bij hem gemeld hebben in ieder geval. En wat betekent dit alles voor het personeel? Ja, voor de 34 medewerkers van het hoofdkantoor, daar is duidelijk van dat die hun baan echt verloren hebben. Het moederbedrijf is failliet verklaard. Ja, het personeel van de winkels zal moeten wachten tot meer duidelijkheid komt. Dat ligt dus waarschijnlijk morgen op tafel, die duidelijkheid. Dan komt de curator met zijn antwoord. En dan is er ook duidelijkheid voor de klanten die misschien bestellingen hebben gedaan die nog niet geleverd zijn. Of misschien reparaties hebben uitstaan. Ja, morgen moet er meer duidelijkheid zijn. Wordt vervolgd dus. Dankjewel Jan-Roelof. Ja, dat het crisis is in de detailhandel, dat is wel duidelijk. De afgelopen maanden zijn diverse grote en minder grote winkelketens omgevallen. Ondanks dat de economie uit het dal klimt, is de moordende concurrentie van de grote ketens en het internetwinkelen de doodsteek voor sommige ondernemers. Hoe leuk is het anno 2016 nog om een kledingwinkel te runnen? Niet. Al 30 jaar heeft Kokkie Bezemer een kledingwinkel met wat duurdere kleding. Een winkel in het centrum van Rotterdam waar het kopje koffie en een praatje ook belangrijk zijn. Maar steeds meer klanten blijven weg. Ik heb, ik denk, alle acties wel ondernomen om te overleven. En dat is best lang gelukt, maar gaat niet lang meer duren nu. Verhuizen naar een kleinere winkel heeft niet geholpen. En dat internetwinkelen is voor haar geen succes. De klanten die ik heb, die zijn ook meestal wat ouder. Die hebben er helemaal geen zin in. Die willen geen kleding opgestuurd krijgen, passen en weer terugsturen wat je niet wil. Wie door de winkelstraten loopt, ziet dat de detailhandel het zwaar heeft. Door alle faillissementen verwacht vakbond CNV dat zo'n 10.000 mensen hun baan zullen verliezen. Reden voor de vakbond om personeel te wijzen op hun rechten en de mogelijkheid van omscholen. We zien dat, gezien het aantal faillissementen, dat de werkgelegenheid gewoon terugloopt. Dus je kunt dan je ogen versluiten en denken van ja, het zal mij niet overkomen. Of je kunt jezelf toch je positie wat proberen te versterken. Mocht het gebeuren, dat je dan in ieder geval alvast nagedacht hebt of ook al een aantal dingen ondernomen hebt om iets anders te kunnen gaan doen. Voor Kokkie is omscholen niet meer nodig. Ze is 69 en gaat met pensioen. Maar dat maakt het afscheid na 30 jaar ondernemerschap niet minder moeilijk. Op deze manier heel erg pijnlijk. Heel erg, ja. Dat je zo dan eindigt, terwijl je het zo leuk hebt gehad en zo goed, ook financieel, daar lieg ik niet op, maar ook de gezelligheid met de klanten, ik vind dat heel erg, ja. En zometeen in Rijnmond Nieuws, licht dementerende bejaarden op bezoek bij Boijmans van Beuningen. Ik ben gewoon een vent die er is, maar ja, er zit één plekje, is er misgegaan. Nou ja, we leven nog. En dat gaat prima. Tegen een 44-jarige man uit de Dominicaanse Republiek is vandaag 16 jaar cel geëist voor de Rotterdamse rechtbank. De man wordt beschuldigd van 6 gewelddadige overvallen, onder meer in Rotterdam, gepleegd tussen 2005 en 2011. Onder meer op dit postkantoor aan de Avenue Concordia in augustus 2011, waarbij personeel en een klant werden gegijzeld. Justitie wil ook dat de man ruim 3 ton plus rente terugbetaalt.
En de zaak is gevolgd door Erik Lemmers. Erik, de man was lang buiten beeld van politie en justitie. Hoe kwam dat? Nou, 2 dagen na de overval, na die laatste overval, is hij naar de Dominicaanse Republiek gegaan. Er was een andere overvaller die al eerder is aangehouden en veroordeeld voor deze overvallen. En uit het onderzoek waren aanknopingspunten die wel naar deze 44-jarige T leidden. Maar ja, met de Dominicaanse Republiek is geen uitleveringsverdrag voor Nederland. Nou, wilde hij vorig jaar mei naar Brussel. Hij is daar naartoe gevlogen en op basis van een internationale signalering is hij daar dus opgepakt. En toen bleek later dat bij al het gevonden DNA met hem een match was. En volgens justitie is hij dus een serieovervaller, hè? Ja. Hij heeft overvallen gepleegd volgens justitie op een postkantoor, een bank, een wisselkantoor en een supermarkt. In Rotterdam ging het om de Avenue Concordia, postkantoor daar. Een postkantoor aan de Binnenhof in Ommoord en een bankfiliaal aan de Streksingel in Hilligersberg. En in al die gevallen werd het personeel bedreigd. Een van de personeelsleden die moest de kluis openen. Terwijl uiteindelijk iedereen werd vastgebonden en op de grond werd gelegd en de daders er met de buit van doorging. In totaal is bij die 6 overvallen €276.000 buitgemaakt. En nu is er dus 16 jaar cel tegen hem geëist. Wat was zijn verweer? Ja, hij heeft voor elke overval eigenlijk wel een verhaal. En hij zegt van ja, die signalementen die kloppen gewoon niet. De ene keer ben ik een Surinamer, dan ben ik een Antilliaan, dan ben ik weer een Marokkaan. Ik lijk wel een chameleon. En hij zegt, het DNA dat gevonden is, dat is altijd gevonden op voorwerpen die ruimte in zijn gebracht. Dus bijvoorbeeld een jas, de tie wraps die zijn gebruikt, of schoenveters om dat personeel vast te binden, of een helm. En hij zegt, ja, dat kan ook zijn gebeurd doordat de dader dat heeft meegenomen. En ja, ik ken nogal wat criminelen, zelfs in mijn familie. Hij kent ook de andere dader die veroordeeld is. Ik kan die dader voor die tijd net de hand hebben geschud. Of mijn broer kan schoenen van me hebben geleend en daarna bij die overval hebben gebruikt. Dus ja, voor hem is dat allemaal eigenlijk niet voldoende bewijzen. Voor de advocaat ook niet. Maar justitie zegt, ja, dat is bij 1 geval is dat mogelijk. Maar in 6 gevallen uitgesloten. En dus is al het DNA-bewijs dat gevonden is tegen hem, ook van hem. Hij is de dader. We zullen het zien. Over 2 weken doet de rechter uitspraak. Dankjewel, Erik. Mensen die niet goed de Nederlandse taal beheersen zouden geen persoonsgebonden budget mogen aanvragen bij het zorgloket. Dat vindt zorgverzekeraar DSW uit Schiedam. Daarmee zou grootschalige fraude voorkomen moeten worden, volgens DSW. Aanleiding voor deze stellingname is een zaak waarbij 3 Turkse zussen uit Schiedam voor miljoenen euro's fraudeerden. Er moet een regelgeving zijn die voorwaarden stelt voordat je voor zo'n persoonsgebonden budget in aanmerking komt. Dus voorwaarden zouden wat ons betreft zijn dat je de Nederlandse taal goed machtig moet zijn. Dat je zelf echt regie moet kunnen vormen. Dat blijkt in deze gevallen allemaal niet aan de orde te zijn. En dat je transparant bent over je beperkingen. En dan kun je zeggen, ja, dan schijt je de privacy van mensen. Maar als ze dat vinden, dan kunnen ze ook zorg in natura krijgen. Dus die zorg krijgen ze wel. Maar niet als ze niet transparant willen zijn over hun beperking en niet als ze geen regie kunnen vormen of de taalmachtig zijn om te kunnen aangeven wat er met hen gebeurt. Als je geen Nederlands spreekt en niet weet waar het geld naartoe is, dan kom je dus bij mensen die eigenlijk beduveld zijn en die eigenlijk zich van geen kwaad bewust zijn dat ze de wet overtreden. Dus het zijn relatief makkelijke slachtoffers. Gaan we sporten met Sinclair Bisschop op de redactie. Sinclair, vanmiddag was de persconferentie van Feyenoord in de aanloop naar het bekerduel van morgenavond tegen Rode JC. Heeft trainer Van Bronckhorst het nog gehad over de bedreigingen aan het adres van 2 van zijn spelers? Ja, je doelde natuurlijk op de bedreigingen door de eigen fans op het adres van inderdaad de 2 spelers, hè, Michiel Kramer en Marco Vujinovic. En inderdaad ging het op de persconferentie daar grotendeels over. En aan Giovanni Van Bronckhorst dan ook de vraag of deze incidenten de voorbereiding op het duel tegen Rode JC hebben verstoord. Het heeft natuurlijk wel een impact op je spelers. Ik denk dat duidelijk is. Alleen, er gebeuren natuurlijk heel veel dingen in het leven van een speler. Niet alleen bij een club, maar ook daarbuiten. En dit soort dingen hebben daar gewoon invloed op. En daar moet je mee omgaan, daar moet je mee praten. Praat met die jongens daarover. En uiteindelijk is het ook goed als je weer bij je club bent. Want dan heb je alleen het voetbal in je hoofd. Hoe moeilijk dat ook soms kan zijn, maar op dit moment is dat wel het belangrijkste.
Van Bronckhorst is vanmiddag met Kramer en Vujinovic al afgereisd naar Limburg voor een kort trainingskamp. Maar of Kramer in actie gaat komen tegen Rode JC is nog maar de vraag. Hij is nog altijd niet helemaal hersteld van zijn enkelblessure. En ook El Amadi en Van der Heijden zijn niet helemaal fit en dus twijfelgevallen. En nieuweling Renato Tapia wacht nog altijd op zijn werkvergunning. De vraag is wat Van Bronckhorst de laatste dagen heeft gedaan om de negatieve spiraal van 5 nederlagen op rij te doorbreken. Nou ja, je kijkt natuurlijk naar dingen die gebeuren in je eigen carrière. Je kijkt naar vrienden en collega's, oud-collega's die ook trainer zijn geworden. En hoe het trainersvak wordt beleefd, ook van naar buitenaf. Dat is een bespreking, hè? Vak en wak, denk ik. Trainersvak. Ja, dat was echt een bespreking. Ja, dat snap ik. Maar dat zit heel dicht bij elkaar. Dat heb ik ook gezien deze weken. Maar nee, het is natuurlijk, je ziet natuurlijk dat het vak van trainer zijn is natuurlijk is mooi. Is ook moeilijk op sommige momenten. En dat zie je om je heen. Ook trainers die heel ervaren zijn, die jaren meelopen. Iedereen maakt zo'n periode mee. En dat geeft je ook houvast. Ja, het Openbaar Ministerie laat weten dat het onderzoek naar de 7 verdachten die Marco Vujinovic met de dood zouden hebben bedreigd, dat het onderzoek nog altijd loopt. En justitie zal later deze week beslissen of die 7 eventueel nog vervolgd gaan worden. Dankjewel, Sinclair. Onder de titel Onvergetelijk Boijmans ontvangt het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen mensen met beginnende dementie. Vandaag was een groep uit Oud-Beijerland te gast. En het is net zo goed een dagje uit voor de hoofdpersonen als voor hun mantelzorgers. U bent met de auto gekomen? Bezoekers van het Odensa-huis uit Oud-Beijerland kregen vanmorgen een speciale rondleiding. Ik ga u meenemen naar de natuur. Wat is uw favoriete plek in de natuur? Dat is een bosachtige omgeving. En dan een hele heerlijke zachte bank waar ik op kan zitten. Deze groep uit de Hoekse Waard bestaat uit mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers. Zo, als je dan hier zo rondom dit schilderij zou willen plaatsnemen. Je hoeft eigenlijk helemaal niet te kunnen of te weten. We gaan gewoon kijken met z'n allen. Als je met z'n allen kijkt, dan zie je ook meer. Herkent u dit landschap? Ja, ik wel. Ja? Ja, ik ken die koe. Mensen met geheugenproblemen zijn voor ons volwaardige mensen. Alleen hun gereedschap is beschadigd, waardoor ze dat niet meer volledig kunnen inzetten. Maar we blijven ze aanspreken, omdat ze wel kunnen. Kunt u misschien goed zien of hij het juist snel of heel precies heeft gedaan? Als u kijkt naar deze papavers. Op deze manier zeg je, ja, wat zie je op de voorgrond, wat zie je op de achtergrond? En zou daar een rivier tussen kunnen zitten? Mensen zijn soms een beetje angstig als iemand een hersenaandoening heeft op de een of andere manier. En hebben de neiging om met een boogje om die mensen heen te lopen. Niet doen. Ik moet niet met een boogje om u heen lopen. Nee, het lijkt me niet nodig. Echt niet. Want ik ben gewoon een vent die er is. Maar ja, er zit één plekje, is er misgegaan. Nou ja, we leven nog. En dat gaat prima. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Rijnmond Nieuws. Na het nieuws in het programma 7 minuten duiken we weer in het International Film Festival Rotterdam. Vandaag de schijnwerpers op bijzondere jonge Rotterdamse filmmakers. Het is natuurlijk heel mooi als je in Rotterdam, je eigen stad, een groot podium als open doek hebt. Waarin je ook nog eens in een grote zaal van een lantaren venster je eigen korte film kan zien. En niet in een of ander klein achterafzaaltje of in een theatertje of zoiets. Meer daarover straks in het programma 7 minuten. Meer nieuws is te vinden op onze website rijnmond.nl. Nog een heel mooie dag verder. Dag.